Voetbal is Business wordt mede mogelijk gemaakt door Lido Amsterdam, onderdeel van Holland Casino. Een hele goede middag. U kijkt naar Voetbal is Business. Hoe gaat het met de Graafschap? Financieel is het af en toe soms bar en boos. De Graafschap staat toch voor een no-nonsense club. Voor een sterke cultuur. Maar we zitten ook aan tafel met de club die maar liefst 6 sponsors op de kleding heeft staan. Dus nogmaals, de voetballer blijft een ontzettend interessant reclameobject. Dit is de club, ik denk de enige club in heel Nederland met een imago. Het is een servet- en tafellaken club. Een club met een hoge aaibaarheid, waar niet te veel ingewikkelde woorden hoeven worden gesproken om toch veel mensen tevreden te krijgen. Tita Tuinmeubelen, weten we het nog? Ik wel. Zo met Frank Kraken van Tita Tuinmeubelen. Ik zou jullie hoofdsponsor graag willen worden, maar voor een half seizoen. Ik zie dus Telstar staat ertussen, Feyenoord staat ertussen. Nou, als één club in de Eredivisie op dat moment de gunfactor had, was het de Graafschap. Hé, hey, dat is een verrassing, Barry. Ben je nog kwaad? Nee, maar ik weet niet precies hoe het ging. Ik denk, het is nooit voorgekomen in de hele wereld voetbal dat zoiets is gebeurd. Ik vond dit een belachelijke, stomme beslissing van de scheidsrechter. Iedereen heeft het gezien, behalve hij. Er is nooit iemand bij de Graafschap geweest die zegt, weet je wat, we worden nu superboeren. Vanuit het Lido in Amsterdam, dit was Voetbal is Business. Voetbal is Business werd mede mogelijk gemaakt door Lido Amsterdam, onderdeel van Holland Casino.